Ik heb goed nieuws en slecht nieuws. Het goede nieuws is dat het nog nooit zo goed ging met de financiën van de Rijksoverheid. Ook komend jaar zal het kabinet het record aan belastinginkomsten van vorig jaar gaan verbreken. In 2024 zal er om en nabij 402 miljard euro binnenkomen bij de staat. En dat is tegelijk het slechte nieuws. Want dat betekent dat het slecht gaat met de Nederlandse belastingbetaler. Nog nooit moest hij zoveel ophoesten voor de heren in Den Haag. Het is een tijdperk van radicale lastenverzwaring. Een uitkleding van de Nederlandse belastingbetaler. 402 miljard euro voor de staat. Toen Mark Rutte aantrad als minister-president in 2010, waren de rijksinkomsten nog 225 miljard euro. Natuurlijk hebben we economische groei gehad in die tijd, maar ook als je daarvoor corrigeert, is de totale lasten- en premiedruk gestegen van 35% in 2010 naar bijna 40% in 2023.